not in fear daily. Thank you.
Alles wat natuurlijk is, doch beter. Ja. Ik bedoel bijvoorbeeld opera Orfee van Gluck, Christopher Willibald Gluck. 4 uren gauw. Maar mensen kennen van buiten alleen de fameuze melodie van Gluck van deze opera. Opera Massenet, Jules Massenet, Thaïs. Ook één melodie is soms deze opera, één keer per jaar, in zo'n museum variante van Opera de Paris, gaat door. Maar Johann Sebastian Bach in principe is geen componist. Hij is goed. Zo. Ja. Alle noten van Bach. Alle klanken van Bach, absoluut geniaal. Maar deze melodie, aria van orkester, kamerorkest suite, iedereen kennen. En wij zullen deze aria spelen in onze alpha variant. Wat bedoel ik? Ik bedoel, sorry, ik moet een beetje hoger worden. Daar normaal nog 2 stemmen, 2e viool in alto. Maar dat is voorbeeld
vor polarizație hoch en diep. Ik kan niet zeggen laag, diep. Diepte en hoogte, dat is polarisatie van, filosofische. Dus aria van Bach. Ik zal alleen kijken als ik heb. Dus ik heb synthetiek gesloten. Thank you.
Muzik. Is muzik van tijdgenoot. Van Johann Sebastian Bach. Georg Friedrich Händel. Deze twee oorspronkelijk Duitse componisten, bijna in dezelfde tijd leven, maar in verschillende landen, omdat Bach blijft altijd in Duitsland wonen, maar Händel vertrokken naar eerst niet grote periode naar Engeland, Londen, maar dan verhuisd totaal tot het einde van het leven. Bach probeerde één keer kennis maken met Händel, respecteert zelf Händel, maar in de tijd wanneer geen, niet alleen vliegtuigen of man kon vliegen, maar bestaat geen treinen, geen auto's, geen scooters. Ja, dat was veel moeilijker als vandaag. Ook tijd, gelukkige tijd zonder e-mailadressen. Als niet, dan bijvoorbeeld dialoog van Platon en Socrates. Wij hebben alleen in sms'en of e-mailen. Ja, geen boeken. Maar deze tref niet gebeurd. Maar wat gebeurt, dat klein beetje tragische mop. Alle twee waren gestorven van hand dezelfde mens. Een chirurg in Engeland, omdat Händel ook het probleem met cataracta, heb gezegd, ik zal hem opereren, alles wordt super goed, prima. Dat was niet super goed, dat was zeer slecht. En niet lange tijd na deze operatie, Händel was gestorven. Oh, wet van Engeland probeert pakken deze chirurg, maar hij vlucht naar Duitsland. En dan hij opereert Bach. En dat was hetzelfde. Dus zo in de geschiedenis soms tref van deze twee geniale mensen gebeurt alleen met mes slechte charlatan-chirurg. Maar later daar deze mensen kunnen goed discussiëren. Händel Sonate in Sol Klein in vier delen. Deze muziek absoluut niet gelijk als de eerste sonate van Marcello, omdat dat was leuke muziek voor plezier te geven. Deze sonate is zeer dramatische compositie, welke baseert op oude Griekse tragedies.
Thank you.
Zonder vrouwen en doen. Als niet, dan ik zoek misschien tot morgen. Astor Piazzolla. Astor Piazzolla leeft 300 jaar na Bach en Händel. Ongeveer. Een beetje minder. Maar deze grote mens, niet omdat hij was Gulliver, hij was normale mat, maar hij heeft abnormale hart. Ik denk het hart van Piazzolla, ik weet het niet hoeveel, 1000 kilometer is breed. Dat is tragische, nostalgische componist, maar fantastisch mooie muziek. Hij is gebaseerd op Argentijnse tango's, maar van één kleine genre. Hij heeft gemaakt praktisch alles. Wij hebben een trio gespeeld, 4 seizoens van Piazzolla, dat is ook 4 grote tango's. Maar oké, tango is vorm, en niet ook toevallig.
Und das Tango, das ist ein Modell von Relation zwischen Mann und Frau, das unser Leben. Ich begreif neue, moderne Varianten von Männern mit Männern, Frauen mit Frauen, mal so die Kinder kommen allein in diese alte Variante. Ja, und dann diese mulige Diplomatie zwischen Mann und Frau, viel mulliger als zwischen Präsidenten von allen Ländern, und das muss zusammen leben, ganz leben, tot, wenn tot nicht mehr alle zwei, sonst Kerzenjäger, das ist das Mulligste. Und das in Musik von Piazzolla phänomenal getont. Neue Version spielen allein ein nicht großes Stück von Piazzolla, Oblivion, das Meditation binnen sich selbst, auch mit Rhythmus von Tango. Aber das ist nicht allein Tango für Tanzen im Spanischen Café. Thank you.
heartbreaking de muzică. Maar oké, okay. Wij proberen nu genezen onze harten met alleen drie doos van Bella Bartok. Oké, ik kritiseer verandering van seks van mensen, maar wij doen bijna dezelfde muziek, omdat normaal deze duetten voor twee violen. Dus nu wij spelen dat voor een klein beetje genderverandering, dus voor violoncello. Ah, ja, ik heb het vergeten. Ik moet nog solo spelen. Maar wat ik heb gedacht spelen, ik zal niet spelen. Waarom? Omdat hier akoestiek van kerk is een klein beetje, ja, met zoveel lieve mensen. Ik moet niet kritiseren, ik moet jullie iedere kussen zonder masker. Waarom? Omdat jullie zijn helden. Jullie hebben gekomen, bijvoorbeeld een mijn vriend woont, ik weet het niet hoeveel kilometer, want hier ook gekomen, hier. Dus jullie zijn niet melk, jullie zijn zure room. Jullie zijn de beste soort mensen, omdat samen met ons verdelen deze concert. Dus ik zal spelen nu anders toe. Ook een keer. Je gaat het niet. Je is door mij. Met improvisatie op al de thema tamboerijn van Rameau. Dat beter in deze programma komt. Thank you.
antwoorden. Doch, met iets. Dus dat is toch niet. Zal spelen een Kazakse liedje, een volksliedje. Langzaam. Vreselijk, ik kan dat niet. Mijn vriend, misschien fantastische Hongaarse violist, welke is hier in de zaal, kan. Maar sowieso, dat helpt niet aan jullie, omdat niemand begreep. Dus ik probeer zo klein beetje uit te leggen. Eerste duo, dat is zo religieuze gezang. Dan Hochzeitlied, dat jullie begrepen. Hochzeit is. En dan, laatste is dans, wanneer groepen van mannen en vrouwen, zo, lachende manier, met kussentje attackeren elkaar. Zo. Dus drie doen.
Hier is niet voorzien vandaag concert voor twee delen. We kunnen weten nog een grote reserve van muziek. Maar waarom dat hier is, geen toilet, niks. En dus daarom dat concert in één deel. Niet voor ons, ja, voor jullie. En dus ik stel voor, normaal, jullie moeten vragen. Maar ik stel voor, ik ben zeer generus, één bisnummer. Welke karakteriseert deze tijd? Wat is dat winter in België? Bijna zo als in Oostenrijk. Nou, behalve Bergen. Vivaldi, welke auteur van fameuze vier seizoenen. In één deel, welke wij willen nu spelen in ons arrangement. Tweede deel van winter, schrijft een partituur. Hoe goed zitten in warmte, kijken naar de vuur en luisteren droppelen van regen buiten. Regen, niet sneeuw. Ja, oké, okay. Vivaldi is geen Russische man, geen Canadiën, geen Noord-Dakota man, daarom zeker dat winter is zo ook een beetje bergisch. Winter met regen, normaal voor andere landen, dat is niet normaal. Ja, dus wij zullen spelen een fameuze melodie van vier seizoenen. Winter. Zeggen, daar is in de hoek een kleine tafel waar vroeger mijn vriend Freddy, organisator van deze concert, zit. Daar jullie kunnen vinden als jullie willen, niet zo met Kalashnikov, een aantal cd's van trio, Les Miserables, mijn persoonlijke compact disken en dan een kleine schilderijtje. En nog een grafiek. Maar op de tafel Freddy kan uitleggen. Als jullie willen. Als jullie willen. Thank you.
Dat was afscheid of jullie willen iets nog? Hoe zit iemand? Nee. Geen stem van volk. Oké, dus als jullie zien volgende keer affiches met alfa 2, dat 2 zijn. En dan, merci voor vandaag te komen. Vandaag is onze debuut, en dat is heel belangrijk voor ons, te beginnen. Dank u wel.